Het is vrij koel voor eind september en de temperatuur komt onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar uit. Maar vergeleken met de voorgaande dagen hebben we wel met minder buien te maken. En in die koele lucht kunnen dan ook felle opklaringen voorkomen. En zien we dan van die strak blauwe lucht. En ook die buienluchten zijn af en toe ook wel heel erg mooi. Zoals hier het uitzicht op Den Haag met zo'n buienwolk. En net daaronder zien we nog de dubbele regenboog. En ook op deze foto zien we net tussen de molen en het huisje nog een regenboog verschijnen. En hier is ook mooi te zien hoe die ijskap van de wolk zichtbaar wordt. En ook op deze foto die genomen is op Terschelling zien we heel mooi hoe die uitgroeiende bui tegen een warmere luchtlaag botst en dan als het ware vlak uitspreidt. En dat wordt ook wel het aanbeeld van de wolk genoemd. Nou, voorlopig zijn we nog niet van die buiigheid af, want we blijven in vrij wisselvallig vaarwater. Bij ons in de buurt veel lage druk invloeden. Af en toe komen wat losse lage drukkernen tot ontwikkeling en daaromheen krullen dan buien. En op vrijdag zien we vanuit het westen een groter front naderen met meer bewolking en dan ook langere tijd regen. Vanavond hebben we nog met buien te maken en die krullen als het ware een beetje vanuit de noordwestelijke of westelijke richting over het land. Daardoor zal het in het oosten en noordoosten al wat vaker droog zijn. De wind gaat ook wat liggen, een zwakke wind, windkracht 2, uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur daalt dan geleidelijk onder 10 graden. Komende nacht gaat de wind wegvallen en door die buien is er ook redelijk wat vocht in de atmosfeer aanwezig. En dat betekent dat er op vrij grote schaal in het binnenland, vooral in het noorden, midden en westen van het land, nevel of mist kan ontstaan. En we zien ook dat morgen rond een uurtje of 12 in de berekeningen van de weermodellen nog steeds wel een signaal is voor nevel of laaghangende bewolking. En dat geeft aan dat het op sommige plaatsen nog eventjes wat langer kan duren voordat de zon weer voluit gaat schijnen. Vannacht dus op redelijk grote schaal nevel of mistbanken. In het westen van het land blijft nog kans op een enkele bui die vanaf de Noordzee overtrekt, daar een graad of 7. Wat dieper landinwaarts vinden we lagere minimumtemperaturen, zo'n 2 tot 5 graden. En daar kan het vlak aan de grond ook net tot een graadje vorst komen. En de grootste kans daarop in het noordoosten van het land. Morgen gaat eerst die nevel en mist oplossen en daarna hebben we eigenlijk net als deze woensdag een vrij zonnig weerbeeld, afgewisseld met stapelwolken. Er kunnen nog wel enkele buien voorkomen. Het zwaartepunt van die buien ligt dan in de kustprovincies en vooral wat dieper landinwaarts, daar neemt die buiigheid af, zijn er wat langere droge perioden en de temperatuur ligt daarbij zo rond de 14, 15 graden met weinig wind uit een zuidelijke richting. De komende dagen blijven dus toch wel met die buien te maken houden. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat dat front overtrekken, gaat het langere tijd aaneengesloten regenen. En op de zaterdag volgen dan nog een aantal buien. Daarna wordt het geleidelijk weer wat zonniger en de temperatuur zit ook iets in de lift en komt de komende tijd meestal rond 17 graden uit.